Eind oktober 2019 begon Jordi Hild uit Almere een evenementenbureau, Hild Events, waarmee hij dinnershows en bedrijfsfeesten ging organiseren. Na een paar maanden vielen alle boekingen stil door corona. Inmiddels is hij met zijn bedrijf begonnen met een nieuw initiatief, namelijk het organiseren van verrassingen voor veteranen. Nou, daar willen we meer van weten, Jordi. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent zelf ook veteraan, je bent ook uitgezonden geweest, maar het is nog wel even wat anders dat je dan op een gegeven moment op het idee komt om verrassingen voor veteranen te organiseren. Vertel. Ja, wij hebben een initiatief opgestart om veteranen een verrassing aan te bieden die momenteel niet zo goed in hun vel zitten, door corona natuurlijk. En zo hebben wij een artikel gemaakt en geplaatst in een veteranenblad. Alleen online nog. Hij komt 13 maart, wordt hij gepubliceerd. En zo kunnen veteranen, vrienden van veteranen, familie van veteranen, kunnen hun geliefde of hun vriend of vriendin opgeven met de wensen die zij hebben. En wij gaan die dan in ons netwerk proberen te zetten om te kijken welke wensen we kunnen vervullen. Nou ben jij zelf 11 jaar militair geweest, 3 keer uitgezonden geweest naar Mali. Neem ons eens mee. Jeroen en ik hebben niet in het leger gezeten, dus wij kennen die cultuur niet. Wat is het dat veteranen altijd bij zich blijven dragen van die tijd? We hebben altijd geleerd dat één man is geen man. We werken altijd teamverband. We hebben geleerd om te zorgen voor elkaar in goede en slechte tijden. En ook als je de dienst hebt verlaten, waardoor je wel een veteraan bent, vind ik nog steeds dat het hoort dat je voor elkaar zorgt en naar elkaar uitkijkt. En die verbondenheid die zal altijd blijven. En welke eenheid of welke vakgebied je ook hebt gezeten, een veteraan is een veteraan. Momenteel gaan er heel veel niet zo goed. En dan voel ik mijn groene bloed begint dan weer te stromen met zorgen voor. En zo is het initiatief geboren. Maar je zou natuurlijk ook verrassingen kunnen organiseren voor andere mensen die niet zo goed in hun vel zitten door de coronatijd. En dan heb je in principe zelfs meer klanten natuurlijk voor je bedrijf. Waarom richt je dan toch speciaal op veteranen? Ik richt me speciaal op veteranen omdat het natuurlijk heel lang een deel van mijn leven is geweest. Ik daar een speciale band mee heb met Defensie nog steeds. Het groene bloed gaat er nooit meer uit, zeggen ze altijd. Ik heb hiernaast gewoon een fulltime baan naast het bedrijf. Dus ik verdien hier geen geld mee. Dus ik kan gewoon nu onderzoeken wat ik mooi vind. En ik krijg hier gewoon een heel goed gevoel van. Vooral als je de verbondenheid ziet. Als je een ding post op LinkedIn of op Facebook. Hoeveel reacties daar vanuit komen en hoeveel positieve energie je daarvan krijgt. Maar betekent dat ook dat veteranen dat nog wel eens missen, die erkenning? Sommigen wel, denk ik. Ik ben niet op missie om erkenning te eisen of te creëren voor veteranen die dat missen. Wij benadrukken alleen de veteranen die gewoon nu niet zo goed gaan vanwege de omstandigheden of dingen die in het verleden zijn gebeurd, om die even een positief steuntje in de rug te geven. Elke persoon in Nederland mag zelf voor zichzelf bepalen of hij erkenning en waardering heeft voor veteranen of niet. Dat is niet mijn doelstelling. Dat begrijp ik. Maar ik heb wel eens op een Amerikaans vliegveld gezeten. Dan moesten we boarden. En dat maakte niet uit hoe je dan heette. Maar als je een militaire achtergrond had of dat je in dienst zat, dan mocht je als allereerst het vliegtuig in. Er is toch, of je mag als eerste een restaurant in of je hebt voorrang bij dingen. Daar wordt toch anders aangekeken tegen wat dienende mensen van Defensie doen en veteranen. Wat die doen. In Nederland hebben we daar een beetje een andere verhouding mee, hè, met veteranen. Dan is het juist extra mooi dat jij je nu gaat inzetten met die verrassingen. Wat ga je doen? Wat voor verrassingen worden dat? Het is gewoon heel uiteenlopend. Er zijn bijvoorbeeld mensen die willen graag een keer nog in een oud defensievoertuig rijden. Veteranen geven hun gezin op, omdat zij bijvoorbeeld geestelijke problemen hebben, waardoor het gezin daar heel lang onder heeft geleden. Bijvoorbeeld iemand zijn zoon wil graag in een sportauto rijden. Degene wil zijn vrouw een taartenworkshop geven. Doordat de winkels dicht zijn is dat heel lastig. Maar we hebben een aantal partijen gevonden die dat online kunnen doen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die willen nog één keer met hun oud-maat wat drinken. Waar ze normaal samen kwamen in militaire tehuizen. Die zijn ook allemaal dicht.
gaan wij nu kijken of we dat misschien in het open lucht kunnen doen. Met je kan dat allemaal regelen. Ja, niet alleen ik, maar gewoon de mensen om mij heen. Je hoeft maar een oproep te doen. Tenminste, zo ervaar ik het op dit moment. En er reageren gewoon heel veel mensen. En ik benader ook gewoon heel veel mensen. Ik schroom niet om iedereen gewoon aan te schrijven of te mailen. Om gewoon betrokkenheid te creëren voor dit initiatief. Om veteranen gewoon een hart onder de riem te steken. Ja, kun je eigenlijk nog iets aan concrete hulp gebruiken? Ja, zeker. Er is nog geen geld. Dus ik ga niet bedelen om geld. Maar ik kan bijvoorbeeld wel ondersteuning gebruiken van mensen die bijvoorbeeld op social media een groot netwerk hebben. Of die bijvoorbeeld een hele mooie sportauto in de garage hebben staan. En die zeggen van, hey Jordi, bel me even. Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Ik zou heel graag een website maken. Waar wij dus de wensen van de veteranen aan de ene kant. En de mensen die daarbij zouden kunnen helpen. Om die aan elkaar vast te binden. En dan ik als tussenpersoon. Dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik nog wel hulp bij kan gebruiken. Dat zou dus ook op deze manier kunnen. Nou zeg je, er is geen geld, maar hoe bekostig je dit dan? Je moet toch ook de hypotheek betalen? Tot nu toe is het via het netwerk is het nog gratis. Ik heb wat mensen die daar gewoon aan mee willen werken. Ik heb een aantal fondsen aangeschreven die de veteranen een warm hart toedragen. Die wel een centje bij willen dragen. Ja, en zo probeer ik het netwerk te vergroten. En hoeveel veteranen wil je verrassen? Er is geen doelstelling. Alsjeblieft, meld je aan. Schroom niet. Blijf alsjeblieft niet in isolement zitten. Maar weet dat je veteranen, je oud-dienstmaten er voor je zijn. Hoe zwaar en hoe diep je ook zit. Wij kunnen altijd iets voor je doen. Ik ga geen kastelen bouwen. Maar ik kan wel heel veel mensen betrokken maken bij dit initiatief. Om ook veteranen die zeg maar nu het echt heel zwaar hebben, om die alsnog een beetje uit de put te halen. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden? Sowieso op mijn LinkedIn staat heel veel. Mijn social media kan je heel veel terugvinden. Het artikel kan je terugvinden op internet, wat ik heb gemaakt. Veteranen kunnen sowieso in het blad The Checkpoint mijn artikel zometeen echt lezen. 13 maart, als het goed is. Via mijn website kunnen ze gewoon ook contact met mij opnemen. Er zit een contactformulier in. Geef daar even aan welk telefoonnummer je graag gebeld wil worden of een mailadres. En dan neem ik zelf contact met jullie op. Nou, je bent met mooie dingen bezig. Jordi Hilt van Hilt Events in Almere. Dank je wel.